Het CDA maakt net samen meer compromissen sluiten. Dat is het boodschap juurt op het landelijke CDA-congres in het WTC Expo. De partij vindt de gemeente die het verkiezings in Friesland van 3 november ik landelijk van groot belang. Daarom is er vanmiddag ik nog flyeren in de binnenstad van Ljouwert. 13 november is een hele belangrijke dag voor Friesland, maar ook voor Nederland. Want het zijn belangrijke verkiezingen hier in het noorden. Het is een beetje een graadmeter. Het zal als een graadmeter gezien worden, maar het gaat toch echt vooral om nieuwe gemeenten die hier ontstaan en die een nieuw bestuur krijgen. Tegen Koster, is het nou een lust of een last? Nou, het is hartstikke mooi dat vandaag zoveel CDA's met mij mee op pad zijn. Natuurlijk zijn het lokale verkiezingen. We hebben ook in onze folder lokale thema's staan. Maar het is wel belangrijk dat we de steun landelijk van het CDA hebben. En daarom vind ik het prachtig dat er vandaag meer dan 1000 CDA's hier in Leeuwarden rondlopen.